Zo. Dit voelt toch altijd wel een beetje alsof de vlag uithangt, hè? Als je je stinkende rommel zo op kan hangen om te laten drogen. Do you smell it? That smell. A kind of smelly smell. A smelly smell that smells. Smelly. Goedemorgen jongens. Hi man. Wat heb jij? Apie. Hey Joa. Ga je straks mee vissen? Ja. Ja? Ik wil ook mee vissen. Nee, de aap die moet thuis blijven. I said no monkey business. No, there was no monkey business. No monkey business. Milo. Ja? Ga je mee vissen? Ja. Of ga je liever naar de speeltuin? Zo ken ik je weer. Zo, dan gaan we eerst brood halen. Brood. We zijn op vakantiepark. Het Leisterhof heet het volgens mij. De Leisterhof. En er is een visvijver. Ik ben er gisteren even gaan kijken. En het zag er leuk uit. Dus we gaan vissen. Hengeltje. Tas met brood. We gaan het zien. Naar het water. Het is een heel klein plasje. Stelt niks voor. Maar goed. Het ziet er leuk uit. En ik heb gisteren gehoord dat er ook karper zit. Dus we gaan eentjes voeren. Zie je het ook gevaarlijk? Er vallen allemaal eikels uit de bomen. En dan bedoel ik niet dat ik hier val, maar het komt echt uit die bomen vandaan. Maar goed, de eendjes hebben eten. Heel hongerig zijn ze niet, ze zijn heel schuw. Ik kwam natuurlijk aanlopen met mijn hengel, maar nou ja. Ik ga wachten op de vissen die komen. En dan kan ik vast mijn spulletjes klaarmaken. In dit kommetje ook wat broodjes. Even aan de andere vissen vragen waar die hengels liggen. Voor ik die hele plas vol gooi met brood. Nou, hier ligt in ieder geval wat. We gaan verder kijken. Vissen met publiek. Heel af en toe verdwijnt er een korstje, maar veel te weinig. Wat ik ga doen is, ik heb nog een pennetje aan mijn hengel zitten. Dus ik haal er één loodje af. Dat die dobber echt goed gewoon blijft drijven, zeg maar. En dan ga ik gewoon een vlokje brood op 20 centimeter onder water aanbieden. Tussen de broodjes. Kijken of dat werkt. Heel simpel. Een stuk brood uit het midden. Ik leg de haak erin. En die knijp ik fijn. That's it. Nou, kijken of ze honger hebben. Oh.
Daar zitten ze. Ik was net te laat met filmen. Omdat je zoon zei dat hij moest poepen, was ik niet aan het filmen. Nu heb je peet. Ja, papa heeft een vis. Kijk, Joa. Ga jij hem scheppen, Milo? Niet in nat, want hij moet nog in de auto. Papa, wat doe je nou? Dat is mooi! Ga maar even bij het bankje staan. Krijgen jullie een net, een hengel tegen hier. Milo, ga even naast papa staan. Wat een soepje. Word je nog een staart slaan? Nee, natuurlijk niet. Waarom heb jij? Kijk. Dit is slime. Mooie, helaas papegaai. Maar toch vis. Met de jongens, toch? Ja, ik heb slijmhanden. Ja, jij stinkt wel een beetje, zeg. Jij ook hoor, papa. Ga joh. Ja. Nou, ga hem weer terug zetten. Zeg maar doei vis. Doei vis. Doei papa. Ja. Dankjewel. Abonneren. Heel goed. En jij, Joa? Wat zeg je dan? Dankjewel. Waarvoor? Nee, je moet zeggen duimpje omhoog. Duimpje omhoog. En abonneren. En abonneren. Juist. En wat nog meer? Niks, dat was het. Ja, nou bedankt voor het kijken. Dat was hem. Weer een nieuwe film van Vis in de Geer. En wij gaan weer naar het huisje. Dit vindt de leidinggevende heel leuk. Dus nou, we hebben weer een visje gevangen, niet de mooiste, maar nou, het was er weer een. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog, abonneren, zoals de stoere gasten zeggen. Later. Hey.